Hallo en welkom bij Pauls Model Trainstaf. Na een rondje sprinters, en ik beloof je, er komt nog meer van de sprinters, want er zitten wat foutjes in en ik ben er nog veel meer mee bezig geweest. Vandaag even ander materieel. Ik heb deze al een tijdje liggen, maar nog niet eens uit de doos gehaald. Het wordt tijd om er eens mee te gaan rijden. Het gaat om de Exact Train. En dit zou, als het goed is, de Rotterdam-Amsterdam moeten zijn. Of de Breda-Amsterdam. Staat helaas niet op de stickers zo snel. Maar goed, ik vind dat ze wel een keertje eruit mogen. Wat al ontbreekt hier is een stuurstand. Volgens mij is hij ofwel beperkt uitgebracht of nog überhaupt helemaal niet van Exact Train. Ik heb hier wel een stuurstand liggen, maar die is van LS Models, maar in natuurlijk weer in die zuurstofkleuren. Ik heb geen stuurstand hiervoor. Ja, op Benelux heb ik ook nog een stuurstand. Dus zeker nog iets om achteraan te gaan. En deze moet natuurlijk rijden met een Trax. Is de Pico die enigszins ten onrechte als expert verkocht wordt. Die gaat ervoor. Natuurlijk moet er ook eentje achter. Maar die heb ik niet. Ik zou er nog wel een 4A achter kunnen hangen. Maar deze zijn nog helemaal niet ingeregeld op snelheid. Dus dat wordt een trekduw-ontsporen setje. Dus Trax voorop, wagons erachter, eens een keertje mooi uit de verpakking halen en even kijken welke volgorde ze moeten. Ik ga er even vanuit dat de doosnummers de volgorde zijn, maar dat hoor ik vanzelf wel van jullie als het niet goed is. Ik moet zeggen, het zijn wel flink stevige dozen. Waar deze in uiteindelijk deze wagons in verpakt zit, sorry, in rijtuigen. Deze hebben ook, zoals bij de LS models, de oude LS models die ik heb, niet een, ja, hoe zeg je dat, niet het rijstel in het midden vastgemaakt, maar op de punt. Ik weet niet helemaal waarom. Misschien nog wat om uit te zoeken qua koppelingen. Ik heb er twee normale haakkoppelingen bij en een heleboel kleine onderdeeltjes zitten er nog bij. Dat betekent dat ik mijn Fleischmann koppelingen tevoorschijn ga halen, denk ik. Hoewel die ook hard gaan. En als deze niet goed passen, wat soms gebeurt, dan heb ik nog rogo-koppelingen, maar die klik is zeer bemoedigend. Verder moet ik zeggen dat alles wel haarscherp op staat. Blijf op gefocust hierop voor een eerste klas rijtuig. Ja, ik vind hem echt haarscherp. Goed, deze kan de baan op. Alleen dit is nummer. Dit is niet nummer 1. Mooi, deze kan de baan op.
Het zijn 6 hele mooie rijtuigen. En ik ga nu even uitzoeken welke we ons moeten. Och, ik merk zelfs dat dit echt rubber is. Nou, ik ben onder de indruk van de details die ik allemaal nog niet gevonden heb. Hele mooie rijtuigen. Echt puikwerk. En jullie bedankt voor het kijken. En laat weten wat je ervan vindt. En tot binnenkort weer.